Mevrouw Hamers, u staat hier in een school. Hoe was de beleving vanmorgen dat u uw verhaal voor deze kinderen mocht doen? Nou, dat heb ik heel fijn gevonden. Ja, want de kinderen waren heel belangstellend. En ik vind het ook fijn om te vertellen over de oorlog, omdat ik vind dat het doorverteld moet worden van geslacht op geslacht. Want we hebben steeds oorlogen in de wereld. En je hoopt steeds als kind al en nu nog dat dat ooit eens over zal gaan. En dat zal ook wel ooit overgaan. Maar nu zitten we er nog middenin. En ik vind het... Ja, dat er zoveel vluchtelingen zijn, dat vind ik heel verschrikkelijk. Ik hoop dat onze regering daar ook meer aandacht aan geeft. Nou zat je natuurlijk als klein meisje hier op, ook op school. Ja. En hoe was nou de beleving na de oorlog dat ik kwam om het op te schrijven? Hoe kwam dat? Het kwam door mijn zus, die... vroeg aan Herman, wil jij eens een boek schrijven over, nee, voor de familie. Een boek schrijven voor de familie over de oorlog, over wat hier gebeurd is. En vraag eens aan Fanny, want die weet er nog wel het een en ander van. En zo is het boekje eigenlijk geboren. Zo is het gekomen, ja. Ja, ik heb het jou verteld en jij hebt het goed verwoord. Hè? Ja. En ze heeft een geheugen, dat is niet normaal. Glashelder, elk detail, jawel, wat de mensen gezegd hebben, waar hij stond, dat weet je allemaal nog. Ja, dat weet ik wel, maar dat komt ook doordat ik er mee geleefd heb al die jaren. Ik heb er niet over gepraat, maar ik heb er wel mee geleefd. Ik droeg het mee, zoals zoveel. Nou komt het voor als je ouder wordt, ik ben natuurlijk ook een man van na de oorlog, maar als je ouder wordt, dan... gaat het weer leven? In hoeverre speelt emotie dan ook een rol mee? Nou, emotie is heftiger nu. Vandaar dat ik ook vroeg, Herman, wil jij het voorlezen? Dan komt de emotie toch wel weer boven. Maar als ik het van tevoren weet, dan kan ik het wel aardig wegstoppen. Ja, dat leer je ook in al die jaren. Want het is niet fijn voor de mensen die na mij geboren zijn, dat je steeds over de oorlog praat. Dat moet niet. Je moet ook kunnen genieten en dat mag ook. Maar door die oorlog geniet jij minder. Ja, dat is wel waar, als ik heel eerlijk ben. Zij zegt wel eens van, de mensen zijn bevrijd, maar ik niet. Nee. Want ik, dagelijks heb je dat de berichten toch binnenkomen van de hele wereld komt binnen op de televisie. Hè, en dan denk ik direct weer terug aan de oorlogsjaren die ik mee heb gemaakt. Ja. En dan komt die angst ook terug, want dat eeuwige zwijgen, en mijn ouders hadden geen tijd voor ons, kinderen, wel gewoon dagelijkse behoeften wel, maar verder niet. Je moest veel zelf verwerken en we hebben wel als kinderen heel veel gehad aan tante, want tante was er altijd. Tante mocht niet weg, hè. Tante was in huis. Mijn ervaring was ook, wij woonden aan een groot kanaal en er lag ook de wereldmunitie en alles lag in de akkers. En dan zei ik altijd van, en hoe komt dat nou? En op een gegeven moment, dan zei mijn vader, die ook in de ondergrond had gezeten, daar heeft geen donder mee te maken. Ja, en dan stopt het. Ik hoorde dus niks. Ik moest de verhalen van mijn vader van anderen horen. Was dat bij jullie ook zo? Jouw vader die vertelde ook niet echt veel. Er werd weinig over gesproken na de oorlog, hoor. Nee. Hoegenaamd niet. Hoegenaamd. De kinderen moesten vooral, zij als kinderen, moeten lusten. Ja. En doen wat ik zeg. Ja, precies. En niet te vallen vooral. Nee. Hè? Gewoon goed luisteren en goed oppassen en verder geen gezeur. Spannend. Zo was het. Hartelijk dank. Aan de achterdeur. Daarna stampen haastige voetstappen achter het huis. Nu wordt er hard op het keukenraam gebonst. Ja, we gaan het vanavond hebben hier over de Hellendoorn Rally. 18 september staat hij op de kalender. Eindelijk, Theo Engels, de voorzitter van de Hellendoorn Rally. Eindelijk zeg ik, want vorig jaar helaas niet. Nee, het is inderdaad weer eindelijk. Vorig jaar helaas, ja, goed, net als alle andere sporten door corona natuurlijk moeten afzeggen. Als je nu kijkt naar de berichten, ziet het allemaal hoopgevend uit voor rallysport in Nederland en ook daarbuiten.
Dus wij gaan ervan uit dat wij 18 september onze Hellendoorn Rally kunnen rijden. 18 september, dat is een zaterdag, maar één dag dit jaar? Ja, één dag. We zagen door de corona-ontwikkelingen natuurlijk ontstaan dat heel veel organisatoren van andere rallies toch naar het najaar gingen kijken. Dus zou betekenen dat er voor de equipes de verschillende edities of de verschillende rallies zo kort op elkaar gereden zouden moeten worden. En dat is logistiek een drama, is financieel ook heel uitdagend. We hebben als organisatoren samen met de Autosportfederatie om tafel gezeten en gezegd van nou, dan proberen we minimaal 3 weken tussen elke rally te creëren aan ruimte. Maar dat betekent ook concessies doen. En de concessie voor Hellendoorn is dat we na 1 dag evenement gaan. Echter biedt dat ook wel weer iets unieks. Ja, want Hellendoorn is natuurlijk al eens een keertje de 12 uren van Hellendoorn geweest. Moeten we daar een beetje naartoe? Nee, letterlijk. We hebben de 12 uren van Hellendoorn van vroegere tijden eigenlijk omarmd. En dat gaan we dit jaar gewoon herhalen. Dus we beginnen 's ochtends om 10 uur met de eerste equipe, bij de eerste start. En de bedoeling is dat we 's avonds om 10 uur de prijsuitreiking ook houden. En welke rallies organiseren jullie dit jaar? De klassementen daarmee, ja, dat is de gewone rally uiteraard, de short rally. Maar ook wel heel mooi met de 12 uren van Hellendoorn is de historische rally. En die zullen ook de spits afbijten. Dus we starten dit jaar ook met de historische rally als de eerste auto's op de proeven. Ja, we hebben het over de historische rally die ook op 18 september wordt verreden. Erwin, je staat daar tegen een hele mooie auto aan. Want dat zijn de auto's die in de historische rijden. Ja, historisch, dan moet je even terugdenken aan 1982, toen de 12 uur van Hellendoorn begon. En dat was hoofdzakelijk de Ford Escorts, de Porsches en de Opel Ascona's. En het is heel mooi wat de organisatie dit jaar wil. Die wil de historische verhaal laten starten. Ik maak me zelf ook een beetje hard voor dat er een aantal goede deelnemers van komen. Ja, want de auto achter je is er eentje die in jaren 1984 hebben gereden. Dat klopt. Deze auto reed in 1984 toe, bestuurde Henk Vossen en Piet Teunissen. Dat was toen de auto van Ford Nederland. De auto is ooit ergens aan de kant gezet. Ik heb er een vinger achter gekregen, de auto weer opgehaald en weer nieuw opgebouwd. Ja, want hoeveel deelnemers verwacht je van die naar Hellendoorn zou komen voor de historie? Ja, goed, als ik even kijk, 2 jaar terug in Hengelo was hetzelfde concept. 30 auto's te vooraan, dat zat zo vol. Ik probeer nu ook wat buitenlandse rijders te krijgen. En nou goed, reacties zijn veelbelovend. Dus ik doe mijn best toch wel. Ja, maar wat is de verwachting van de deelnemers die kunnen verwachten in Hellendoorn? Ja, dat is op dit moment nog heel veel lastig te zeggen. We hebben zo'n ruimte voor zo'n 120, 130 equipes. En dat gaat over alle 3 de wedstrijden? Dat gaat dan over alle 3 de wedstrijden. Dat heeft ook te maken, hè. Je moet ook servicepark, je moet heel veel organiseren. En we hebben een tijdschema. Dus met de proeven die we hebben, ja, dan is dat met die aantal is dat nog net te behapstukken. En welke proeven kunnen wij dit jaar verwachten in Hellendoorn? Nou, we hebben de klassieke proeven eigenlijk erin zitten. Dus Notter, Ipelo, Magler S. En ik denk de meest unieke proef wordt proef Hellendoorn. Die wordt bijna 30 kilometer lang. Wij gunnen daar de equipes wel een 500 meter rust in. Maar dat wordt een echte klassieker. Echte proef waar die Hellendoorn wordt echt een KP. Verhard ondergrond tot zand aan toe waar de equipes hun tanden in vast kunnen bijten. Nou, wij gaan ons daar zeker met Hoi en Hoi Rally Radio ons mooi mee bezighouden. We wensen jullie heel veel succes en tot 18 september. Dank u wel. Tot ziens. Dianne, eindelijk weer zover. Er kan weer koffie gedronken worden. Ja, we zijn in de socialruimte, de Benny en Smitshop op dit moment. En ook in de cirkel zijn we bezig met de opstart van onze activiteiten. En het eerste wat we opgepakt hebben, dat is het koffiedrinken. Zijn de mensen enthousiast? Heel erg enthousiast. We zijn gisteren begonnen in de cirkel en daar ben ik ook geweest. En als ik dan de reacties hoor dat een mevrouw tegen mij zegt, ik ben een spraakwaterval, maar ik vind het zo fijn om weer contact te hebben. Ja, daar doen we het voor. De andere activiteiten worden die ook weer langzaam maar zeker opgestart?
Volgende week komen we met een team samen waar ook de jongere werkers in zitten. Hoe leuk is dat? Hoe heet dat? Om samen te kijken van wat kunnen we in de zomer doen. De officiële start van de social ruimte zal weer in september zijn. Maar we proberen in de zomer dingen op te starten, zodat mensen die behoefte hebben aan contact, weer contact kunnen maken met elkaar. Houdt dat in dat dan ook het bridgen en het schulen en dat soort dingen weer gaat beginnen? September is daar echt voor weggelegd. En we gaan nu kijken van of er een bingo opgestart kan worden. Of er pannenkoeken eten gedaan kan worden. Misschien bloemschikken, weet dat alles nog onder voorbehoud van wat we mogen. Want daar staat natuurlijk en valt alles mee. Maar ook of we de vrijwilligers hebben of dat we een professionele organisatie in kunnen zetten. Want we hebben een subsidie van de gemeente gekregen waarmee we mogen spelen. Om te kijken om zo goed mogelijk product aan te bieden. En ja, daar gaan we volgende week naar kijken. Maar dat is wel heel erg leuk om te gaan doen. Het maaltijden, eten, samen eten. Maaltijden bezorgen, dat is gewoon doorgegaan. Maar het samen eten, pak je dat ook weer op? We zijn ermee bezig, maar het moet echt een slag om de arm houden. Wat mag er volgens de regels? Daar zijn we zo aan gebonden. We horen links en rechts ook dat mensen een beetje bozig zijn van dit mag wel en dat mag niet. Wij kunnen daar als organisatie helemaal niets aan doen. Wat de regering bepaalt, maakt wat wij mogen doen. Heb je op dit moment voldoende vrijwilligers? Dat is nog een hele goede vraag. Ik weet zeker dat ik nieuwe vrijwilligers kan gebruiken voor september. Op dit moment zijn een aantal vrijwilligers al zo enthousiast om dan ook met het koffiedrinken te starten. En we gaan kijken of er ook mensen zijn die met andere activiteiten willen starten. Maar er zijn ook mensen gestopt als gevolg van de lange stop die er geweest is. Maar ook mensen die ziek zijn geweest en het niet weer op kunnen pakken. Dus we zijn wat dat betreft best in de moed om nieuwe mensen bij onze organisatie als vrijwilligers te mogen ontmoeten. Ik vind het natuurlijk zelf ook fantastisch dat dit weer kan. Want we hebben lang genoeg thuis gezeten. Ik weet van sommige dames die echt de deur niet uit zijn geweest. Die nog niet eens een boodschapje durfden te doen. Afhankelijk was van de kinderen. Ja, het is natuurlijk waar. De kinderen werken allemaal. Dus het is soms ook heel moeilijk om als moeder belt van wil je dit of wil je dat even voor me doen. Dat het niet direct kan. We hebben een gesprek met Chris Funk, de directeur van Zin In. En het gaat over de versoepelingen van de coronamaatregelen. En hoe dat hier uitpakt. Nou, Chris, kun je er wat over vertellen? Ja, zeker. We zijn heel blij dat er weer wat kan. En op dit moment mogen wij weer 50 gasten verwelkomen. Op 1,5 meter. Zowel binnen als buiten. We hebben inmiddels een programma voor het buitentheater, zo goed als klaar. Staat al op de site, dus we gaan straks in het openluchttheater gaan we weer draaien. Daar zijn we natuurlijk super blij mee. Nope. En binnen zouden we dat ook wel willen. Het theaterseizoen is nu afgelopen. Dus wij gaan in september weer met een volledig programma starten. Maar we kunnen dus binnen nu wel de bioscoop weer draaien. Met 50 mensen? Ja, met 50 mensen. Dat is niet veel. Ja. Nee, het is niet veel, maar het is beter dan niks. Ja. Toch? Zo is dat. Ja. Ja. En wellicht dat we daar na 30 juni dat er weer wat meer kan. Maar ja, wat ik al zeg, we zijn al lang blij dat we in ieder geval weer wat kunnen. Ja. Ja. Maar je hoopt ook dat het in september weer beter wordt? Ja, we gaan er een beetje van uit. En dat hebben we eigenlijk de hele periode niet gedaan, aannames genomen. Maar dat doen we nu eigenlijk wel. Wij nemen maar aan dat wij straks in september weer gewoon met een vol theater kunnen gaan draaien. Oh ja. We hebben de afgelopen periode hebben we van persconferentie naar persconferentie geleefd. En zo hebben we ons programma ook steeds gecanceld en verzet. Maar nu nemen we toch echt de aanname dat we in september weer volle bak aan de slag kunnen. Ja. En het is gewoon 50 klaar. Ja, 50 is vastgesteld, zowel binnen als buiten. Maar wat ik al zeg, er komt straks weer een persconferentie. En het zou best goed kunnen dat we na 30 juni, dat er dan weer meer versoepelingen komen. Ja, het ziet er nou, de cijfers, de landelijke cijfers, die zien er nou goed uit. Ja, dus laten we het hopen. En dan passen we onze aantallen direct aan. Zijn er nog financiële gevolgen? Ja, net als iedereen zijn wij ook financieel behoorlijk getroffen.
Omzet is eigenlijk gereduceerd tot nul. Maar wij zijn wel heel erg blij dat we een overheid hebben die een mooi pakket voor ons in ieder geval steunmaatregelen beschikbaar heeft gesteld. Daar maken we graag gebruik van en daarmee hebben we in ieder geval dit jaar kunnen overleven. Dus daar zijn we wel heel erg blij mee. En die gaan niet meer door, hè, die steunmaatregelen? Die gaan nog door tot september. Oh ja. Dus dat zou voor ons wel heel mooi uitkomen als wij in september weer gewoon kunnen draaien. Ja, dan zou dat heel goed zijn. Ja, oké. Dank je. De musea in de gemeente Helmdoorn die bindt weer los. En wie bindt hier te gast? Wie? Erve Hofman. Tinneke, is het niet ontzettend mooi dat Erve Hofman weer losgaat? Ja, daar ben ik ontzettend blij mee. Dat is toch geweldig dat je nu weer los kunt. Je hebt lange wacht, maar nu ben ik op dinsdagmiddag en op donderdagmiddag weer voor het publiek geopend. Wat kunt de lui hier allemaal zien, blijven? Ja, wie hebt nu voor het tweede jaar de expositie over oorlog en bevrijding laten staan. Omdat vorig jaar eigenlijk te weinig gelegenheid was om dat te kijken. Beneden is natuurlijk de boerderijen ingericht. Het vuurhuis is mooi ingericht. Ook met dingen over de oorlog en over de bevrijding. Maar hierboven hebben we natuurlijk een speciale expositie over de oorlog en over de bevrijding. Ja, dat is inderdaad heel mooi. En wat kunt u buiten kijken? Buiten, in eerste instantie is natuurlijk een hof, een tuin is mooi. Hè? Er zijn nieuwe hekjes in de kom. De werkers hier hebben mooie nieuwe hekjes gemaakt, omdat de buksers allemaal weg moesten, hè? Vanwege de buksersmot. Dus dat is vernieuwd. En het is hier een prachtig plekje natuurlijk. Mooie picknicktafels heel hier buiten staan. Dus daar kan iedereen ook op gaan zitten. Het is free voor iedereen. Dus dan kunnen ze zo hier komen picknicken? Ja, er zit ook alle dagen zitten hier mensen. Lekker koffie te drinken en zo. Dus dat is heel mooi. En wat is hier nog meer te zien buiten? Buiten houden natuurlijk schapenschot. Maar ja, daar kan je nu eigenlijk weinig in. Maar je mag nog geen groepen ontvangen. Dus dat is dat kan nog niet. Hoeveel alumni mag je elk ontvangen in dit museum? Nou, wie mag 4 keer groepie hem per dag, zeg maar. Maar een groepie mag dan weer een gezin of een echtpaar of iemand alleen. En dus dan moet je het verdelen met elkaar. Dan is de een in het verhuis, één is de beneden, één is de boom en één in de potstal. Dan heb je op 4 verschillende locaties hier kan toch een gezelschap of een echtpaar of iemand alleen wenen. En het is elke keer bezet nu. Van dinsdags en donderdags is het altijd vol. Dus dat is wel heel mooi. Dat is mooi. En is de smederie ook los? Dat weet ik eigenlijk zo niet. Smederie, daar ben ik zo niet van op de hoogte. En het publiek, komt daar uit de gemeente Helmdoorn of ook verder weg? Ja, verder weg en ook uit de gemeente Helmdoorn merken we nu heel erg. We merken heel erg dat nu op 2 middagen lust binnen mensen of moet spreken of langs moet komen om te kijken of ze drinken. Dat het in één keer veel drukker is. Dat iedereen denkt, oh, wie moet het toch, hè? Vorig jaar had alle dinsdagmiddag en donderdagmiddag was het hier vol. Ja, maar ik hoor ook iedere keer van, goh, wat is dat dan precies? Ik denk, ja, je woont hier in de gemeente Helmdoorn en dan weet ze het niet eens. Nee, dat is heel jammer. En vooral nu deze expositie, want vond je natuurlijk weer een nieuw onderwerp. Dus. Ja. Heb je nog toekomstplan verder? Ja, volgend jaar hou een nieuw onderwerp en dan hou de expositie op stand. Dus een expositie over de betere, de hogere burgerij. De hogere burgerij, nou, dat wordt heel wat. Ja, maar nu eerst deze expositie over de oorlog en bevrijding. Ja, dat is heel mooi. Ja. Iedereen aan het rooien, niet dan? Ja. Moeten jullie ook afspreken als ze hier komt? Het is wel handig als ze afspreekt. Ze kunt mailen, ze kunt bellen. Elke keer stiert het over wij ook in de kranten en ook in de media, social media ook. Maar mensen kunnen ook gewoon langskomen en als er op dat moment dan ruimte is, hebben ze geluk. En we hebben hier mooie tafels buiten, dus als ze zegt, dan kunt de gidsen zeggen met een half uur, dan is er wel plek. Dus dan kunnen ze rustig ergens gaan zitten. Ze krijgen hier dit seizoen een gratis kopje koffie of een kopje thee, dus dan kunnen ze rustig ergens gaan zitten wachten. Dan kunnen ze als het droog is, hè? Ja, als het droog is, zeker. Binnen afzienbare tijd zal de Sint-Sebastianuskerk in Haarlem sluiten. Maar de parochianen hebben in samenwerking met Regewoon een hele mooie bestemming bedacht. Het kerkgebouw blijft voor een gedeelte bestaan voor Haarlem. Tries,
Hoe en wanneer kwamen jullie tot dit besluit? Ja, dat is een heel lang proces geweest. Eigenlijk vanaf 2013 zijn we al bezig met de herinrichting van de kerk, om er een kleine ruimte van te maken voor de wekelijkse diensten en de weekenddiensten. Maar dat het ook meteen weer groter gemaakt kon worden voor de avondvakers en uitvaten. En sinds 2018 is eigenlijk een verzoek gekomen voor de 24-uurzorg. Dat het mogelijk zou zijn in Haarlem. En Reggewoon is daarvoor gekomen naar Haarlem, naar de kerk. Om te vragen of ze het onderpand, de grond van de cultuurraad, oude dorpshuis konden kopen. En daarna is eigenlijk van Lievelee is eigenlijk... Met Reggewoon hebben we gevraagd van, nou, toen diende zich ook aan dat de parochie Heilig Kruis in 2025 alle kerken wil sluiten binnen de gemeenschap. Behalve, dus dat liep mooi in elkaar over. Het liep helemaal in elkaar over. En toen is eigenlijk in het plan, heeft Reggewoon de intentie gehad om hem mee te nemen in het plan wat zij willen realiseren voor de 24-uurzorg, maar ook voor wonen en voor... Ja, en voor de kerk, voor de ontmoetingsruimte, voor Haarlem zelf in dit kerkgebouw. Ja, en een gedeelte van de kerk blijft dus bestaan voor ontmoeting en viering. Ja. En welke soort vieringen mag nog als de kerk aan de eredienst is onttrokken? Nou, sowieso kun je hier voor bezinning en voor gebed kaarsje opsteken. Bij één keer in de maand is er sowieso een ontmoetingsviering. Dat zullen voornamelijk voor ouderen zijn. Dat is door de week. Een kop koffie vooraf. Een eucharistieviering. En daarna nog een soepje na. Verder proberen we de uitvaten kunnen hier blijven inhalen. Dat is overlegd met de parochie. En proberen alles wat in Haarlem aan culturele activiteiten zijn. Bijvoorbeeld een carnavalsviering. Een kermisviering. Dat allemaal hier kan blijven doorgaan. Nou, en de gebedsdiensten kunnen sowieso altijd. Dat is best heel veel dan. Dat is heel veel, maar de verantwoordelijkheid zal voornamelijk zijn voor de geloofsgemeenschap zelf. Dat ze daar zelf invulling aan geven en voorbereidend werk doen. Maar het pastoraal team zal altijd de eindverantwoordelijkheid hebben en zal ook zorgen voor diaconale activiteiten. Maar ook bijvoorbeeld dat zij thuis bij mensen een sacrament van de bediening kunnen doen. Ja. Ja. Er komen appartementen, met of zonder zorg, zelfs 24 uur zorg. Wil je hier iets over vertellen? Ja, daar kan ik natuurlijk niet helemaal exact wat over zeggen. Dat zou Reggewoon, want dat is hun pakje aan. Dat is hun... De bouw op zich. De bouw op zich. Maar in ieder geval, er komen appartementen ook voor mensen die met geheugenzwakte. Dus de gedachte is iets van groepen van 8 mensen. Dat in totaal 3 groepen, dat er daarmee gestart worden. Dat kan voor dementie zijn, maar ook voor anderen. Lichamelijke zorg. En het voordeel is dat wij nu in Haarlem ook de ouderen iets kunnen aanbieden dat ze ook 24 uur zorg kunnen krijgen zonder dat ze weer naar een periode naar Heete moeten of Raalte of naar Hellendoorn. Dus het is eigenlijk een hele mooie heel ontwikkeling. Ja. Ja. In welk stadium is het plan? Nou, de eerste schetsen zijn gemaakt, die zijn voorgelegd. Hier aan de werkgroep 24 uur zorg, werkgroep wonen en aan de pastoraatsgroep en de werkgroep kerkgebouw en omgeving. Die is speciaal daarvoor ingesteld. En nou, er waren hele positieve reacties. Die aan- en opmerkingen worden nu meegenomen. Dat plan wordt eerdaags bij de gemeente neergelegd. En dan komen ze op terug na de vakantie. En dan zullen er ook avonden zijn voor de bewoners in Haarlem. Hier de aanwonenden en de parochianen. Tris, hartelijk dank voor de informatie. En wij wensen jullie een gezonde, toekomstbestendige geloofsgemeenschap toe. Hartelijk dank.